We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat. We zijn weer thuis, vast als een huis staat. Waar het op staat, we zijn weer thuis. Om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. En waar het ook op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak. Het is weer feest, of we nog zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Wat heb ik gedaan? Niet veel. Maar ons devies is: u vraagt, wij naaien. Nee hoor. Voor mijn eigen tante heb ik met plezier dat extra uit de naad gewerkt. Ga ik maar. Nog wat klanten afwerken. En deze toch wel onverwachte middag zet ik een punt achter mijn korte, maar uiterst leerzame escortboy carrière. Welke dag, jou hoor. Reken er maar niet op dat ik nog iets zeg. Zit ik niet mee, hoor. Eerst vragen wat er aan de hand is, vervolgens beweren dat het tegen me gebruikt gaat worden en dan verwachten dat ik mijn mond open doe. Ik zeg niks, hoort u mij? Ik zeg helemaal niks! Moet je niet zeggen. Het is wel niks zeggend, maar dat zegt niks, want je zegt het toch maar en dat zegt toch wel wat. Simon, hoe kom jij hier? Gewoon, net als jij. Heb jij ook? Nee, ik heb niet ook. Ik ben hier ook ingegooid. Verdacht van inbraak en vastgezet wegens tieren. Tieren, heb jij dat wel eens gehoord? Doe nou maar even niet. En wat doe jij hier? Wat kan je hier nou doen? Er is niet eens een behoorlijk eind touw. Schennis der openbare eerbaarheid. Ik wou het eerst nog toen voorkomen of ik alleen maar stond te plassen, maar hij wees de verkeerde kant en hij had een muts op. Muts? Die meid had mij de bosjes ingelokt en ingepakt. Oh. Duikt er smeres op, springt zij op de fiets. Denk ik leuk, een eenvoudige wip in een plantsoen om even de zorgen te vergeten, zit ik hier nou met jou op mijn nek. Is er hier ook iets van een cipier? Wat is dat voor organisatie hier? Hallo, ik wil nu mijn telefoontje maken. Nu hoef ik me niet meer de les te laten lezen door die neerbuigende bankinstellingen die het altijd beter menen te weten. En je lasten vallen met ongevraagde adviezen. Hm. En je fix laten betalen voor opgedrongen diensten met hun lullige rentetjes. Hè? Als ze jouw poen te pakken hebben, moet je eens proberen even wat geld van hen te beheren. Komen ze met andere tarieven aankakken. Die goede oude postgiro is ook al verworden tot zo'n bombastische bank met pincode bois. En een hele papierwinkel van populaire pamfletten vol paaiende pecuniaire prietpraat. Hoeft voor mij heus niet allemaal op zijn Aarlanderveens. Maar waarom zou ik meebetalen aan hun praalzieke nieuwbouw? Of je laten schofferen in hun met postmodern formica en marmeren kaarsplankjes opgekalevaterde bijkantoren. Toen gisteren zo'n modepop in zo'n potsierlijk loket mij toevoegde. Nou, mevrouw, dan tekent u niet, krijgt u van mij ook geen geld. Deed dat voor mij hun lelijke glazen deur dicht. Het is verdorie toch geen gunst als ik zo af en toe ook iets van mijn eigen geld wil zien. Ik wil best tekenen als men mij vriendelijk vraagt of ik dat wil doen. Niet als mij na een computerscreening wordt toegesnauwd. Dan mag u hier even tekenen. Ik mag zomaar van ze tekenen, bof ik even. Zo'n meisje beseft helemaal niet dat ze haar riante salaris mede aan jou te danken heeft.
Zou je dan? Hier even willen tekenen. Lieve Henkie Born. Wat fijn dat jij nu mijn boeltje gaat beheren. Wat heerlijk dat jij daar zo'n cake op hebt. Ja, alsof daar heb ik wel geleerd wat er in de wereld te koop is. Begrepen doe ik het niet. Ik wel. Maar je bent een kraan. Nel, die zoen. Had ik niet moeten doen. Is het mooiste dat mij ooit in mijn leven overkwam. Heb ik van gedroomd sinds onze eerste ontmoeting. Mijn moeder en mijn minnares. Oh, mijn Madonna en mijn hoer. En Van Hoek. Sorry dat ik het nu pas teruggeef. Was niet eerder in de gelegenheid. Al uw eigen spullen zitten er nog in, hoor. Wacht eens even. Dat is ons koffietje dat... Enjoy it, it's all yours. Dat wij gebruikten om er met zijn handel vandoor te gaan, ja. Maar omdat jij dat zo nodig, Jaap, jubbergewijs moet vieren... wist hij ons diezelfde avond nog die unieke flopjes weer te ontfutselen. Ik had even iets anders aan mijn kop, ja? En aan je kont! Dat softwarepakket voor hem, dat was een goudmijn. Dat is het nog steeds. En, mijn heren, die goudmijn gaan wij samen ontginnen. Via aandelenaankoop van onder andere uw medefirmant Bob Waanders... heb ik een meerderheidsbelang weten te verwerven. Vanaf vandaag is het niet meer Prinsen van Hoek en Waanders... maar heten wij Zwanenpark van der Hoed. Volgende week maandag, aandeelhoudersvergadering. En komt u een beetje op tijd, want we hebben een overvolle agenda. Mag ik even met u afrekenen? Ik ga naar huis. 200 gulden en een dubbeltje alsjeblieft. Keep the change. Dank u. Van de zaak. Die politie zich liever buigen over die kapotte ruit in de voordeur... dan uit Gerard's schoen in de tuin de conclusie te trekken... dat Gerard er iets mee te maken zou hebben. In jouw kamer is ook een ruitstuk en er is daar geld verdwenen. Had ik notabene voor die arme Gerard gereserveerd. Blijven ze nou? Straks houden ze Govert ook nog vast. Lekker rustig zo. Dat gaat in Nederland niet op borgsom vrijlaten. Je kijkt te veel naar Amerikaanse televisiepulp. En wat voor maatschappij leven wij? Misdaad tiert welig, overal liggen hondendrollen. Auto's staan op stoepen, hoeren in portieken. Maar als je heel even in het plantsoen je lul laat staan, ben je de klos. Bah! Het is een vegetarisch hapje. Goedenavond, Simon. Waar is Gerard? Dat hondertje voor die agent heb ik alleen maar even voorgeschoten, begrijp je wel, hè? Oom Gerard, die heb ik gedumpt in het Molten Hotel. En weet je wie daar aan de bar zat te slempen? Tante Tieneke. Ik was toch ook nog even. Ik dacht dat jij in de les was. Was ik ook, maar... Wat zo gebeurt. Ja, daarom kwam ik ook net op tijd om jou te redden uit de klauwen van die Henk Born. Ik heb duidelijk gemaakt dat hij met zijn boten voortaan van ons geld af moet blijven. Mooi. Nou, even iets anders. Ik moet trouwen. Zoek even een meisje voor me uit. Niet al te gek graag. Knettergek, dat moet je zijn, als je jou neemt. Hals over kop trouwen lijkt me niet de manier, Govert. Laat dan nu die erfenisvoorwaarden schieten. Gaan we morgenochtend vroeg naar de bank, halen we mijn miljoentje op, ja? Oké, zoals je wilt, dan draai ik wel voor het uitschrijven van ongedekte checks de bak in. Dat loopt niet zo vaart, hoor. Je krijgt hooguit wat problemen met degene die je in problemen hebt gebracht. Goofje? Ik moet betalen voor mijn vijandige overname. Maar dan ben ik ook directeur van Zwanenpark van de Hoed Software. Als het je echt ernst is, weet ik wel een aardig meisje dat al heel lang een oogje op je heeft. Die mag doen dan. Zou je toch eens moeten loslaten? Maar zou je er niet nog een nachtje over slapen? Zal ik doen. Maar regel jij dan vanavond nog een afspraak met haar van morgenochtend vroeg in de koffieshop tegenover het stadhuis? Ik ben doodop. Zou je die toch nog even een nachtje met haar slapen? Van de ene dag op de andere trouwen, gaat toch niet? Nou en nog, buiten de territoriale wateren. Beetje kapitein draait de zand niet voor om. Even kijken naar de scheepstijding. Ho, stop. Laat mij die opsnor. Is die malle teletext toch nog ergens goed voor? Dat is een verdomme
Al de derde keer deze week. Oom Gerard, bronwaterpomp in de garage staat zeker weer aan. Schijnt nog op stroom te trekken. Dat klote ding heeft al een paar maal mijn computers ontregeld. Ik laat het vanavond nog ontmantelen. Niet doen! Dat is sneu voor Gerard. Hij heeft er zo hard aan gewerkt en er komt zacht water uit. Al smaakt het wat raar en dan ziet het een beetje bruin. Moeder, voor zo'n pomp heb je krachtstroom nodig. Maar dan nemen we die toch? Wel ja, laat meteen ook maar zo'n hoogspanningsmachine thuis zetten. Ja. Oh, je bedoelt zo'n soort Eiffeltoren met draden eraan. Enig idee. Waar kan je die bestellen? Domme Thijs, mag een ander misschien ook eens een keer de badkamer in? Wacht nou even. Hoe lang duurt bij jou even? Onze Thijs heeft een heel eigen invulling van dat begrip. Ik heb ondertussen beneden al 3 keer de nieuwe roman van Jeroen Brouwers gelezen. Oh, daarom zie je er zo beroerd uit. Hey, nou kom je eruit of ik sleur je eruit. Laat me nou even. Let er nou maar niet af, duurt het alleen maar langer. Ga je lekker, Thijsje? Donder op, ik ben zo klaar. Nou even doorzetten hoor. Nog een paar ferme rukken en het is weer gebeurd. Je moet een beetje begrip voor kunnen opbrengen, Govert. Wij hebben geen enkele moeite met het vinden van kuipjes voor ons vlees. Het arme ventje moet zich altijd maar weer alleen zien te bedruipen. Laat hem dat in bed doen. Hé, hey, kom, nu ga je eruit. Vindt kom, geen idee. Schiet op. Hé, zo. Waarom ligt er vanmorgen geen schoon overhemd voor me klaar? Dat je er vast aan bent dat je moeder daarvoor voor zorgt. Govertje, als je denkt dat je niets van haar kunt houden, dan moet je dat niet doen. Ik probeer alleen maar... Kun je me niet even een miljoentje voorschieten? Als ik vandaag niet mijn gisteren uitgeschreven cheques dek, kom ik echt in grote problemen. Hoe vaak moet ik jullie dat nou uitleggen? Mijn miljoen kan ik nu eenmaal niet losmaken en het grabbel gooien. We leven van de rente. Willen jullie over de voor jullie gereserveerde miljoenen kunnen beschikken, dan moeten jullie nu eenmaal voldoen aan de voorwaarden die papa in de tijd heeft laten vastleggen. Maar... Nee, daar valt niks aan te veranderen. Karel is toch immers dood? Ik ben erfgenaam in de eerste lijn. Gelukkig hoef ik niet eerst gelukkig te worden. Voel jij niet voor deelname in mijn softwarebedrijf, Thijs? Die computerfirmaatjes leggen bij Bossen het loodje. Nee, ik heb andere plannen. Ik ben gisteravond laat nog helemaal naar de haven gereden en heb een kapitein bereid gevonden morgen op zijn schip die huwelijk te voltrekken. Me dunkt. Is nog chocolademelk. Voortvarend geregeld, Thijsje. Mijn ja wordt gegeven aan iemand die ik zelfs nog nooit heb gezien. Heb je niet ook je geld uitgegeven voordat je dat had gezien? Oké, als ik dan ongelukkig moet worden, dan word ik maar ongelukkig. Dat is nu precies niet de bedoeling van papa's testament. Wij hebben dat in de tijd zo met de lieve goede oude notaris voogd geregeld. Dat het zou fungeren als een financiële stok achter de deur. Om jullie in zaken de liefde niet over één nacht ijs te laten gaan. Toen ik Karel vroeg dat te doen, kon ik niet vermoeden dat zijn carrière zo vlucht zou nemen dat het bij zijn dood om miljoenen zou blijken te gaan. En helemaal niet dat jij de zaak zou omdraaien door eerst je geld te willen spenderen en daarna pas je geluk te zoeken. Maar waarom nu vanmiddag eerst naar de notaris? Kunnen we daarna door naar de bank om je miljoen op te halen? Waarmee je dan nog gauw je zaakjes kunt regelen? Zodat je haar vanavond in Le Castor Aliéné zorgeloos tegemoet kan treden. En morgen met haar... Het schip in. Hoe heet de... Beatrix. Zo'n joekel. Met robuuste hoge voorplecht en doelmatige lage achtersteven. En weet je wat nou zo frappant is? Precies een half jaar geleden hebben oom Gerard en ik er een schitterende bouwplaat van in elkaar gezet. En nu ga jij trouwen op de echte Beatrix. Hoe heet je verloofde, zal ik maar zeggen, eigenlijk? Moet je mij niet vragen. Gloria Blankenvoort heet ze, Govert. Had ik je dat dan niet verteld? Nee. Matthijsje vroeg het je, hoor.
Ja, maar jij wil dat toch zeker ook wel weten? Het is een fijne meid die jou al geruime tijd in stilte aanbidt, wist haar moeder mij te verzekeren. En nu ze dat hardop gaat doen, wie weet wat ze allemaal bij je losmaakt. In ieder geval je erfenis. Kan ik dan nu voor vanmiddag met jou bij de notaris afspreken en de bank op de hoogte stellen van onze komst? Zou het niet verstandig zijn als ik, Gloria zei je, toch nog eerst even ontmoet? Verstandig, verstandig, verstandig. Men moet soms ook het hart durven laten spreken, Govert. En het kind heeft geen tijd, want ze moet de bruidsjurk passen. Vanavond spreken we met z'n allen af in de bistro? Ik kan niet. Ik heb vanavond nog van alles te doen. Als bruidspersoneel. Ik heb vanavond niks te doen. Maar ik graag houden zo. Wat was dat voor lekker stuk dat in de badkamer tussen de stoomwolken opdook? Shirley Adams. Dochter van James Adams, de kapitein die jou morgen aan de nog steeds in nevelen gehulde Gloria Blankenvoort ketent. Hoe weet... Even een praatje met haar aangeknoopt. Ik zal niet met moeder over lullen, hoor. Hé, hey, jij blijft met je tingels van eraf, hoor. Ze is hartstikke gek van me. Al is dat... Wat bedoelt u toch, juffrouw, met dat weet ik dat? Weet ik dat? Mag ik Henk Born nu of niet? Zal u zelf wel het beste weten, dunkt me. Hoezo zal ik dat zelf wel het beste weten? Moet u mij niet vragen? Dat moet ik u niet vragen. Wie moet ik het verdorie dan wel vragen? U neemt toch de telefoon op? Voor de laatste maal. Mag ik Henk Born? Ik zeg, mag ik Henk Born? Juffrouw, ik wil Henk Born. Geef mij Henk Born. Geef mij Henk Born. Juffrouw. Hallo? Henk? Oh, nou. Hoe gaat het ermee? Oh. Gaat het wel goed met je moeder? Shirley, wat heb je allemaal tegen mijn broer verteld? Gewoon. Dat je vader kapitein van Govert's huwelijkboot is, ja. Maar ook dat we er samen op hem doorgaan. Luister. Je vader denkt dat je bij je moeder bent. Je moeder bij je vader, right? Mijn ouders zijn al heel lang uit elkaar. Maar nu wou ik eerst met mijn vader mee. Ja, ja. En jij toch ook? Je gaat toch ook mee? Waar naartoe? Overal. Morgenochtend vroeg gaan we eerst naar Aruba. Jezus, Aruba? We gaan met de hele familie naar Aruba. Daar weet niemand iets van. Je vader zei gisteravond tegen me dat we alleen maar even buiten de territoriale wateren zouden gaan om Govert te kunnen laten trouwen en dan meteen weer terug. Engelse humor? Mijn vader is Engels, ja. Wat ga jij nou doen? Douchen. Kan dat nu even of moeten jullie soms weer... Shirley, baby. Am I in love? I love you, I really do. Ik ben maar gewoon Nederlands, hoor. Zullen we nog even neuken dan? Is goed. Wat ik nou eigenlijk met dat ding moet, is mij niet geheel duidelijk. Dat is duidelijk, ja. Maar zonder niet tenminste een paar van die ellendelingen op je kantoor word je tegenwoordig niet meer serieus genomen. Maakt u zich geen zorgen, met die dingen neem ik u ook niet serieus. Wat u mee heeft uitgesproken, weet ik niet. Ik ook niet. Maar... Ik kan er dus niks meer op vinden, blijf er ook verdomme af. Zeg, brutaaltje, dit zijn toevallig wel mijn spullen. En ik kom er net zo vaak aan als ik dit wil, begrijp je dat? Zal ik anders even? Oh ja, wat weet je nou precies? Ik heb nu dus ook maar een fax genomen, anders stel je vandaag de dag niet meer mee. Zullen wij er een gezellig wijntje mee opentrekken? Dacht je daarvan? Is die papierwinkel van u nou eens een keertje in orde, of moeten we nog meer van die flauwekul ondertekenen? Wat mij betreft kan je een miljoentje nu verbrassen, Govert Smulders. Of wil ik het voor je beleggen? Draai ik mijn hand niet voor om. Neem ik zonde mee van je aanborn. Maar met deze transactie weet ik mij verzekerd van het grootste aandeel in Zwanenpark van der Hoed Software. De naam is Govert Zwanenpark. Omdat mijn vader verdronk voordat mijn moeder de kans zag om met hem te trouwen, is dat voor mij nog geen reden om niet zijn achternaam te kunnen voeren. Voor de Nederlandse wet wel, maar goed als jij het beter weet. Het heeft er ondertussen wel voor gezorgd dat het even duurde voordat ik de goede dossiers te pakken had. Hetgeen je me nu verwijt, want ik ben een snelle jongen die de naam van zijn ambt eer aandoet. Want notaris komt van het Latijnse notarius, hetgeen snelschrijver betekent. Wist je dat? Wist je dat in het oude Romeinse recht? Mam, ik moet vanmiddag ook nog naar een boardmeeting. Ga je anders alleen naar die bank en dan laat je de boel even op mijn rekening overschrijven? Geen sprake van! Ik zal er die banklui mij met plezier allemaal aan het loket laten uitbetalen.
kan ik het je ook echt geven en dan zie je verder maar. Maar dan moeten we er nu inderdaad vandoor, want ze gooien die loketten altijd om 4 uur pardoes dicht. En dan zouden we je trouwpartij helemaal voor niks op touw hebben gezet. Handig hoor, dat trouwen. En wat maakt het ook uit, hè? Je hebt nou je erfdeel te pakken en jullie kunnen toch net zoveel vreemd gaan als jullie maar willen. Ik weet nog wel niet wie ze is, maar ik ben van plan om echt van haar te houden. Kom nou. Envelop met verse sardientjes. Maakt dat de kat wijs? Hoe is de pâté? Huisgemaakt, mevrouw. Ja, ja. Weet jij wat ze er allemaal in stoppen? Nee. Sliptong. Dat schrijf je niet met een B, maar met een P. Pâté en sliptong? Ik zei sliptong. Ja, ja. Schrijf je met een P. Staat hier anders met een B? Maar het moet met een P van paard. Paard? Met een stok omlaag. Stok? En niet met een B van bezen met een stok omhoog. Of laten jullie jullie tongen soms opdreggen uit de open riool? Best mogelijk. Voor de smaak zal het weinig uitmaken. Of een sliptong nu met een P of een B schrijven. Daar zullen die beestjes niet van wakker liggen. In hun bedje van pijnboompitten met gesmoorde niertjes en gekneusde amandelen. Overgoten met hete gastrix en afgemaakt met mosterdsaus. Maar even terug te komen op die sardientjes. Je wilt de sliptong veranderen in sardientjes. Zeg maar tegen de kok dat ik mijn hoed opeet als hij met verse sardientjes op de proppen komt. Heeft u ook iets gewoond? Chateaubriand met champions. Korstmoskasteel met kampioen. Bouillabaisse. Bouillabaisse. Met SS. SS? Om Roel en tante Bets waren toch bij de NSB? Die zoon van u, komt die nou nog eens een keer opdagen of hoe zit dat? Hier ben ik al. Uw zoon zat toch in de computerbusiness? Er waren hier wat probleempjes met sardientjes. Verse sardientjes, dat kan helemaal niet. Die bestaan uitsluitend bij de gratie van olie, pekel en blik. Kan van alles zijn. Ondermaatse haring, pelser, briesling, anchovis, sprot. Een sardien als zodanig als zwemmende vis bestaat helemaal niet. Dat dacht ik ook. Jullie beduvelen hier de boel. Ik werk hier net een week. Maar ik ga alles anders aanpakken. Mijn lepel is vies. Dat is mijn amuse-gueule, schat. Wat is het hier voor gezek? Op hun verzoek leg ik onze cliëntelen iets uit. Hup, naar de keuken. Ik moet plassen. Kom maar met mij mee. Ober? De bestelling is door, hoor. Mijn Govert zal heus zo wel komen. Ah, daar komt hij al. Govertje. Dag, lieverd. Mag ik je voorstellen? Mam. Voor nog voor geen 10 miljoen. Mama, die kok is zo'n leuke jongen. Rob van Zijl heet hij en heeft me gekust. En weet je wat hij tegen me zei? Kind, laat je niks wijs maken. Door je moeder? Ja, dat zei hij. Maar geloof me, zei hij erachteraan. Liefde op het eerste gezicht bestaat. Dacht je dat idiote mens? Govert zegt net dat hij er net zo'n idioot mens is tegengekomen. Ja. Waarom laat je nou ineens in met dat koksmaatje? Mannenlang loop je de dromen van die mooie jongen met die Rolls Royce. Je durft hem nooit te benaderen. Nou krijg je hem op een presenteerblaadje. Nou... Jij bent Gloria. Ik ben Govert Zwanenpark. Ober. Wat nou weer? Champagne. Mm. Die moeder bleek achteraf nog best mee te vallen, hoor. Het is een dappere gescheiden vrouw. Het is ook niet niks om zomaar ineens je enige dochter af te staan. Kan ik van meepraten? Heb je nog ergens een zus of een halfzus rondlopen dan? Hou nu eens op met die gekke praat. Ik kan met haar meevoelen, omdat ik tenslotte nu Govertje moet loslaten. Je bent niet een zoon kwijt, je hebt er een dochter bij, hoor je ook wel eens. Govert ook een beetje happy met die enige dochter? Vast, hij blijft er vannacht slapen. Beetje proefdraaien? Morgenochtend vroeg komen ze ons oppikken met de Rolls om ons naar de haven te rijden. Was deze mannetje? Heeft zich al ingescheept. Blijft vannacht. Oh? Nog heel druk met van alles nog wat. Lief toch van hem, hè? Dat hij alles op die Beatrixboot zo op poten heeft gezet. Hier heb ik verder alles geregeld. Als die boot na hun ja-woorden weer rechtsomkeert maakt, worden we hier aan de kade opgevangen door Gerard. En dan gaat het per vliegwielbus weer hier naartoe. Wat? Tineke en Gerard hebben het weer bijgelegd in het Molten Hotel. Komen ze weer hier? Gisteren nog even gauw een nieuwbouwfletje voor ze geregeld aan de Dwingelandse Plas. Oh. En voor Gerard een baantje bij het gemeentelijk vervoerbedrijf afgedwongen.
wel je als milieuvriendelijk, energiebesparend, weet ik veel wat, aan de slag kan. Oh ja. En maar... zodoende kon hij dat prototype, kan dat? Van die gekke bus meekrijgen. Enig, hè? Morgenmiddag een receptie hier. En morgenavond een diner aan Petit Comité in Royaal. Nou? Moeder, als ik ook even wat zeggen mag... Nee, nu dus... verder geen gezeur. Ik ben doodmoe, ik ga naar bed. Maar... Dag, jongen. Dag. Dag, dag. Dag. Met jou komt het heus ook allemaal wel eens een keertje goed. Nou ja, ze zal zelf morgen wel merken dat die feestdag een iets ander verloop zal hebben. Daar op die boot. Crisis niet eerder hadden, lieve Tini, waren we misschien nu gescheiden geweest. Gerard, begin je nou weer opnieuw? Precies, want dan hadden wij ons ook door kapitein Adams op deze prachtboot romantisch kunnen laten trouwen. Wat ben je toch een malle jongen. En dan nog eens wat, jij bent zwanger. Oh, dag, Thijs. Want na onze heerlijke hereniging gisteravond in het Molten Hotel, ben ik die morning after the night before direct met jouw ochtendplas naar het drogist gehold om al daar met zo'n lakmoespapiertest ter plekke die blijde verwachten te kunnen vaststellen. Wat heb jij nou ineens? Een beetje zeeziek misschien. Kan er nog wat worden met onze wereldreis voor de boeg? Ik ben zo blij dat mijn Gloriaatje nu dan toch onder de pannen is. Maar als hij het waagt mijn govert niet gelukkig te maken, krijgen jullie met mij te doen. Geloof mij nou maar, de praktijk leert dat huwelijken uit berekening vaak nog de beste blijken te zijn. Lieve Henkie Bon, ik stel het zo op prijs dat je tijd hebt willen vrijmaken om als notaris hier te getuigen, dat ik je hierbij uitnodig om na onze receptie vanmiddag bij ons thuis ook uitnodig voor ons intieme etentje in Royaal. Nou? Is het nou wel zo verstandig wat we doen, Govert? Heel verstandig, lieve Gloria. Maar mijn dromen over ons samen zijn waren altijd zo mooi. Ging gisternacht toch nog langs gek, nog niet? Nee. En mocht de werkelijkheid op den duur toch wat bar uitvallen, we kunnen toch altijd zeker zonder problemen scheiden? Afgesproken. En dan? Wat op ons gewacht? Zal ik mama niet toch eerst vertellen dat we straks met z'n allen doorvaren? En voorlopig niet meer thuiskomen. Laat Govert eerst maar trouwen, dan zien we wel weer. We moeten met de trouwzaal, het is vast al begonnen. Hé! Hey! Yes, what? Zullen we papa vragen of hij ons ook trouwt? Ik denk dat dat mama iets te veel zou worden. Ze weet nog niet eens dat we überhaupt wat hebben. Weet hij toch ook niet? Dat merken ze dan wel. Laat een ieder die het niet mee eens is, nu spreken. Of anders voorgoed het zwijgen ertoe doen. Sorry. What are you doing here? What are you doing with my daughter? Hij kon het niet vinden. Ik heb hem even de weg gewezen. Nou, oké. Okay. We'll begin again. Geef elkander de rechterhand. En geef mij antwoord op de volgende vraag. Gloria Dorothea Blankenfort, do you take Govert Smulders to be your husband? Govert Zwanenpark heet hij, hoor. But it says Smulders here. Ja, maar het is dus Zwanenpark. Belooft u, Gloria, to take this man, whatever his name may be, door dik en dun van hem te houden, wordt dus daarop uw antwoord? Ja. En jij, Govert? Zwanenpark, ja. Ja, nee. Neemt u Gloria Dorothea Blankenfort tot vrouw? Man overboord! Man overboord! Wat is dat nou? We zijn hier bezig met de trouwplechtigheid. Gaat u verder, kapitein? Ik ben bezig met het bruiloftsdiner. Ik kijk om. Ik zie achter mijn partijspoort plotseling een soort prehistorische vogel, leek het wel, de golven induiken. Kapitein? Volgens mij is het die slome krullenbol die al een tijdje met zijn puntneus mistroostig in de golven stond te staren. Simon! Neemt u haar tot vrouw? Yes or no?